Beukers. Wie is de sportman van het jaar 2017 Almelo? Tom Stamsnijder. Tom Stamsnijder. En op dat moment valt de verbinding weg. Dus dat is echt heel handig. Hij is er nog, hij is weer terug. Ja, gefeliciteerd Tom. Ja, dankjewel. Het zou mooi zijn als wij die penning even naar jou toe konden gooien en dat er dan iemand naast jou zou staan die hem zou geven. Maar zo goed hebben we dit niet voorbereid. Ja, helaas, dat zijn de nadelen van Topspot, dat je niet altijd overal bij kunt zijn. Ja. Maar goed, het is niet anders. Maar dan meen ik niet weg dat ik heel erg trots ben op dit. Sportvrouw van Almelo 2017. Natuurlijk vraag ik dan, had je dit verwacht? Ik had het zeker niet verwacht, echt niet. Maar je bent toch wereldkampioen geworden? Ja, klopt, maar die anderen zijn ook best wel goed. Maar ik had het nooit verwacht. Die zijn zeker goed, maar als je wereldkampioen wordt, nou, dan heb je toch ook wel echt wat verdiend, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe is dat gelukt, wereldkampioen worden? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Veel trainen, veel aan mijn gewicht denken en gewoon gaan in de ring, in de wedstrijd. Julian, van harte gefeliciteerd met de prijs van Sporttalent van Almelo. Had je het een beetje verwacht? Maar eerlijk gezegd dacht ik wel dat het moeilijk zou worden, maar stiekem had ik het toch wel verwacht. Had je toch wel een beetje opgehoopt. Nou, wat vind je nou leuker, dat je dit jaar kampioen bent geworden van met het WK? Of dat je nu Sporttalent van Almelo bent? Maar ik vind het allebei wel mooi. Voor de sportploeg van het jaar. Vertel even wie je bent. En wat je ervan vindt? Ik ben Vera van Klaverblad Ton Almelo en we zijn super blij. Super blij? Had je dit verwacht? Het is altijd spannend en nu het is gelukt, is het super leuk. En jij, wie ben jij en hoe vind jij het? Ik ben Astrid en we zijn echt allemaal gewoon super blij ermee. Je had het natuurlijk niet zien aankomen, want ja, jullie zijn nog zo jong. Hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. En wat doe jij precies? Aan je turnen? Wij doen allemaal meerkamp. Dat zijn 4 toestellen. Sprong, balk, vloer en brug. Sportstimuleringsproject. Gewonnen door... Karin Timmerij, Bianca van Marle. Wie vertegenwoordigen jullie? Ja, wij vertegenwoordigen de outdoor revalidatie van de oncologie. Die wij als project hebben opgezet. En dat hebben wij samen gedaan. Bianca, je hebt net verteld van mensen die veel chemokuren hebben gehad. Die komen toch verzwakt uit die periode. Hoe vang je dat op? Ja, hoe vang je dat op? Juist om heel goed te kijken naar wat mensen kunnen. Goed te luisteren vooral ook om wat mensen kunnen. En dat stap voor stap gewoon eigenlijk te begeleiden in de trainingen. Sandra Schonewille, vrijwilligster van het jaar. Wat betekent dat? Geen idee. Ik voel me niet echt speciaal vrijwilligster van het jaar. Want er zijn heel veel vrijwilligsters. En ik heb niet het idee dat ik eigenlijk extra veel doe dan andere vrijwilligsters. Dus ik heb niet het idee van het extra. Ik doe het gewoon uit liefde voor de club. Dus het is, ja, je doet het automatisch. Het is leuk dat het benoemd wordt. Maar ik ken nog wel meer mensen die eigenlijk volgens mij nog meer doen dan ik. Maar ik ben toevallig... vrijwilligste van het jaar geworden. Kijk voor de volledige interviews op onze website www.avisie.nl. Begin februari gaat de schop voor het Doelpark De Hagen de grond in. Met deze verheugende mededeling verblijde voorzitter Hans Oude-Luttekhuis de leden tijdens de late nieuwjaarsreceptie. In het park komen een waterspeelplaats, buurtmoestuin, een educatief bad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaamheidspaviljoen. Het is de bedoeling dat het Doelpark organisch groeit, dus wordt het stap voor stap aangelegd. Er moet veel werk verzet worden en dat doen vrijwilligers samen met leerlingen van AOC Oost. Om te beginnen moet er eerst veel grof werk gebeuren. Dus er zal een uitvoerder met shovels en weet ik wat voor apparaten het grove werk gaan doen. Maar dat zal al snel gevolgd gaan worden door de inzet van vrijwilligers.
mensen die het wat lichtere werk kunnen doen. En dat is natuurlijk tevens ook goedkoper dan dat een uitvoerder dat doet. Dus we hebben op allerhande gebied daar juist mensen voor nodig. Als de uitvoerder het grove werk gedaan heeft, of in ieder geval aan het eind loopt van wat die uitvoerder doet, ja, dan zullen de eerste speeltoestellen voor de kinderen gemaakt moeten gaan worden. Dat is natuurlijk vooral timmerwerk. Maar ook het tuingedeelte, alles wat er in het park moet gebeuren, aan bomen die gesnoeid moeten worden, onkruid weghalen, het park ook gewoon schoonmaken en schoonhouden. Het zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. En we hebben natuurlijk ook weer mensen nodig die weer die vrijwilligers kunnen ondersteunen. Ja, ik kan me voorstellen als het een beetje koud is, wil je wel een potje soep misschien of een kopje koffie? Heel goed. En dan hebben we een hele mooie, noem het maar, vluchtlocatie hier vlak tegenover ons. Mooi dat we daar gebruik van kunnen maken. We hebben inmiddels vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Ik schat, even natte vinger, maar een kleine 30. Dat klinkt heel aardig, maar we streven toch wel naar 50, 60. Dan beschik je over een pool waar je uit kan putten. En dan kunnen mensen. En het blijft vrijwilligerswerk, dus je kan niet van mensen verlangen, je moet komen. Dan moeten we ook op anderen een beroep kunnen doen. We moeten dat kunnen spreiden. Volgende week worden de bouwhekken geplaatst. Kleine rituelen in ere
opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas. Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend. Ik kijk naar wat er blijft. Stille dingen die hij van vergeten spaarde. Ze schrijven leven dat door dood is ingelijfd. Dan stroomt ineens een dunne lijn van klanken uit zijn kamer. Ijl en helder zingt zich een partita vrij op trillingen van vluchtigheid. Grotschilderingen van Soudaan, oerdieren van Lascaux, de Romeinen krasten in het Latijn graffito in de muren. Door de eeuwen houdt de muur haar magie, men blijft schilderen, laat zich door geen wetten hinderen, blijft zich verzetten, constant protesteren, sporen nalaten, verandering creëren, straten krijgen vele namen, kunst neemt de wand, dromen verschijnen blind beton. De stad wordt krant. Waartoe zichtbaar gemaakt wat onaanzienlijk wil zijn. Laat schaduw wat schaduw doet leven. Laat bloeien wat bloeit in de nacht. Onopgemerkt en niet geprezen. Alleen door nachtvlinders discreet bezocht. Een lijn, meer beelden, 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 meer figuren, figuren, figuren. Die spelen met de zichtbare fasen, fasen, fasen. In de rondgang van het leven, 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 leven. Je kunt hier deelnemen aan Zwemfit. De mensen die komen hier lekker baantjes zwemmen. En daarnaast kunnen ze gewoon de oefeningen gaan doen aan de kant van het water. En zelfs in het water. Dus ja, er zijn heel veel verschillende oefeningen die ze kunnen doen. En ja, goed. En daarnaast kunnen ze gewoon hun baantjes blijven zwemmen. En naast het zwemmen of oefeningen kunnen ze ook aquajoggen, aquafit doen. En nog verder diverse zwemvaardigheden uitoefenen. Dus we zijn van alle markten thuis. Terwijl tijdens het recreatieve zwemmen kunnen ze gewoon deelnemen aan dit programma. En goed, wat er allemaal mogelijk is, dat is mogelijk. Ze kunnen een wetbelt omdoen, dan kunnen ze lopen in het water. Ze kunnen dumbbells pakken, ze kunnen een oefening doen die op de kant staat. Via een bordje eigenlijk. Nou, hier staan de opdrachten op. En die kunnen ze gewoon uitvoeren in het water. En dat kunnen ze dan een minuutje gaan doen bijvoorbeeld. En daarna kunnen ze hun baantje zwemmen. En dan pakken ze weer een andere oefening. Om kennis te maken met het water, ook voor mensen die graag naast het zwemmen ook de oefeningen willen doen. Maar ook om af te vallen, om lekker bezig te zijn, om fit te blijven. Om conditie te verbeteren, om de techniek te verbeteren. Om extra kracht te krijgen. Maar ook gewoon om weer naar het zwembad toe te gaan. En goh, wat is het weer leuk hier. Laat ik volgende keer weer komen en in de oefening erbij doen. Het kost niks. Echt helemaal niks. Ja, een intrekaartje, meer niet. Dus heb ik ook het zwemdiploma zweminstructeur behaald. En goed, vele applicaties erbij. Dus al met al ja, een heel breed pakket. Natuurlijk, opkomst is goed. Maar goed, het is natuurlijk altijd de mogelijkheid om verder te kijken. Van hey, op dat en dat uurtje daar is het wat minder druk. Daar kunnen nog genoeg mensen bij. Dus, dan krijgen ze, laten we zeggen, dan wordt er gekeken in de planning van nou en dan is het wat minder druk of er is helemaal niks te doen. Je kunt het ook andere dagen doen. Dan. Ja, je kunt het andere dagen. Nou, maandag en dinsdag, donderdagochtend. Je kunt elke ochtend tijdens het recreatieve zwemmen kun je hier aan deelnemen. Okay. Ja. Dus mogelijkheden te over. Mogelijkheden te over. Thank you.
Het gedicht Geit van Cornelius Onno Jellema werd op de muur geschilderd door de Almeloze kunstenaar Freddy Hoevers. Initiatiefnemers van het muurgedicht zijn woningstichting Beter Wonen, de gemeente Almelo en de stichting Almelo Promotie. Opeens stond in het maanlicht naast de weg een witte geit die na een ogenblik van mij aankijken begon te kauwen onder een volle maan. En ik, terwijl ik naar haar stond te kijken, had niets te doen. Niets dan te denken, mooi, zo'n witte geit onder de volle maan. Zij werd mijn meerdere zodoende. Met een minuut steeds meer dwong zij mij tot de keus of ook herkauwen en dus zinnig zijn of gaan bij volle maan. Sky.
touch, a breath, your face. Watch you with a smile, making me feel alive. Every time I look in your eyes, I try to find myself inside. Something is gone. Something is missing.